Jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van de Athlete Experience. Deze keer heb ik afgesproken met niemand minder dan Jan Kaffa, vechter van Glory, gevochten tegen Poposhi en gevochten tegen niemand minder dan Hamouti. Laatstgenoemde is een wedstrijd waar twijfels over waren. Daar gaan we nog vragen over stellen en we gaan samen een workout doen. Dus ik zou zeggen, blijf kijken, zet niet weg. Jantje, leuk dat we hier konden zijn en leuk dat je mee wilt doen aan de Athlete Experience. Als allereerst wil ik jou van de vrienden van Pure Pad eventjes iets leuks aanbieden. Dat is helemaal voor jou. Kijk eens. Ja? Moet ik open maar gelijk? Ja, tuurlijk. Mag je even gelijk openmaken. Daar ben ik blij mee. In de koude dagen die we hier wel eens hebben. Het is toch koud in Nederland, dus hij komt voor goed van pas. Ja, hè? Ja, man. Thanks, man. Tuurlijk. Thanks. Alsjeblieft, jongen. Verdien jij. Vertel, hoe gaat het? Ja, goed, man. We zijn terug van een blessure. De blessure was even kut een tijdje. Zijn we goed van hersteld en nu gaan we doorpakken. Ja. Nou, terwijl je zat in goede streak, winning streak ook, 100% scoren. Precies. Een gemiddelde vechttijd van 9 minuten, dus je hebt eigenlijk 3 keren 3. Ja, klopt. Alle rondes gewoon gevochten. Dus je had eigenlijk toch wel in een jaar tijd bijna 4 partijen gevochten. Was het niet dat je tegen Andrade moest kappen? Klopt. Welke blessure was het? Ik had een polsblessure. Ja. Je hebt hier zo'n meniscus zitten, naar mijn ellepijp toe. Dat was gewoon fucked up eigenlijk. Ja. Ik kon bijna niks meer. Ik kon deze mijn arm optillen. Ik kon deze meer stoten. Ja. Uiteindelijk, ik ben ook nog kapper natuurlijk, dus ik moest ook nog blijven knippen. Dat ging ook moeizaam. Uiteindelijk... Serieus dan? Ja man, ik wou niet opgeven. Ik wou gewoon doorvechten. Heb ik 3 weken, 4 weken heb ik met 1 hand getraind. Dus deze hand gewoon laten rusten met de hoop van ja, het gaat goed. Medicatie nog gebruikt. Uiteindelijk gepraat met mijn fysio en met mijn trainer. En met andere mensen van, weet je, is het wel verstandig of niet? En toen uiteindelijk de conclusie getrokken van... best om terug te trekken. Ja, maakt het jou nu nog hongeriger om terug te keren? Ja, zeker man. Ik wil gewoon vechten. Ja. Ik wil gewoon vechten. Want jij was niet tevreden met jouw laatste partij? Tegen Hamouti was ik niet tevreden. Kijk, het was een hele mooie partij. Maar wat ik al zei tegen, ook bij de laatste interview bij jou. Ik heb veel meer in mijn mars. En ik heb veel meer om te laten zien. En tegen Hamouti was maar, was dit eigenlijk. Ja. Ik heb nog veel meer. En wat krijgen we nu? Nu krijg je sowieso weer een volledige diamond. Ja man, zoiets. Ja, want er komen nog wat galas aan. April ga je niet halen, geloof ik. Nee, april niet. April is maar in, ergens met de lente in mei. 18 mei staat op de planning. Ja. Dus dat wordt de volgende. Steen op je schaaf, wie gaan we krijgen? Best of one. Ja. Krijgen we wel, is geen stress. Ha! Ik heb deze nu voor het eerst om. Deze geeft dus, zorgt ervoor dat het nog zwaarder is. Ja toch, maar Amsterdam gekomen is een blijft werken natuurlijk. Hè? Je hoort het. Kun jij iets meer gaan vertellen over Mike Polana? Dat is de trainer van Tariq, van jou, van Michael Boopea. Wat maakt deze trainer nou zo speciaal voor jou? Het is ook gewoon de band die we hebben, weet je, op de sportschool. Het is wat hij ook al aangaf en wat ik ook al meerdere keer aan heb gegeven. Het is gewoon een familie. Het is niet alleen trainen en dan weg. Je hebt een band met elkaar. We zitten al een aantal jaren zit ik al bij hem, sinds ik 17 ben, 18. Nou, dat is nu 7 jaartjes ongeveer. Dus hij heeft mij eigenlijk gemaakt met wie ik nu ben, weet je. Ik kwam als jong binnen. En ik kon kickboksen, maar niet heel goed kickboksen, zeg maar, zo te zeggen. Nee. En hij heeft me gewoon alles bijgeleerd. Niet alleen het kickboksen zelf, maar ook gewoon in het leven zelf dingetjes geleerd. Ja. Mentaal gewoon sterk gemaakt. En eigenlijk heb hij nu een beetje gemaakt ook wie ik nu ben. Ja, uit de laatste Videoland-serie, waar ze ook bij jullie langs waren geweest, heb ik begrepen dat je ook zo nu en dan eventjes gewoon echt een trap onder je kont nodig hebt. De vorige keer begreep je hem niet, hè? Je begreep hem niet. Nee, man. En er was iemand in de reacties die zei van, nee, hij bedoelt wat anders. Ja, en ik bedoelde meer van dat ze zeggen dat je zo nu en dan nog wat lui bent. Juist, klopt. Kijk, dat is ook wat nodig is bij mij. Af en toe denk ik van, weet je... Ik loop hem op 70%, dan is het gewoon normaal. Maar ja, dat hoort natuurlijk niet. Kijk, als je elke training doet, dan moet je 100% gaan. Dat is af en toe dat ik even die schop onder mijn kont moet hebben. En daar is Mike perfect persoon voor. Ja, ja zeker man. Die zorgt ervoor dat je 110% gaat. Ja, zeker 110%. Ja. Heb je nog enkele plannen op de korte termijn? Met vechten? Ja. Tot nu toe is mij gewoon het vooruitzicht. Wat daarna gebeurt, dat is een beetje aan Glory. De planning is nog niet heel erg bekend bij Glory. Einde van het jaar is de Grand Prix van Rijs en Glory samen voor mijn gewicht. Dus dat is het enige wat ik nu weet. Dus dat zijn al 2 mooie dingetjes eigenlijk. Ja, dat is in Tokio, hè?
Ja, Tokio. Oh, dat is jammer dat dat niet in Nederland is. Want even voor de mensen thuis die het bijvoorbeeld niet, nog niet snappen. Ik snap het eerst ook niet, ja. Maar het zijn twee organisaties. Ja. Rise, Glory. Juist. Ze hebben allebei bantamgewichten. Ja. Ja? En deze van allebei, het is uiteindelijk zijn het er 8 die gaan strijden om de titel. Juist. Van de beste bantamweight van de wereld, maar ook vanuit twee organisaties. Juist. Dus bijvoorbeeld 4 van jullie ja. en 4 van hun. Maar het kan ook zijn dat het gewoon 2 van jullie zijn en 6 van hun. Dat kan ook. Dat ligt een beetje aan, denk ik, aan de ranking. Gaan een beetje naar de ranking kijken. Misschien gaan ze ondertussen ook losse gevechten doen. Dat we ondertussen ik tegen een reisvechter moet of reis tegen een gloryvechter. Ja. En daarvan een soort van ranking gaan maken van, weet je, jij wordt geselecteerd. En dan krijg je een gevaarlijke algemastunner. Ja, wat maakt het eigenlijk zo aantrekkelijk om naar jouw divisie te kijken? Ja, weet je, iedereen is gevaarlijk in onze divisie, man. En heel veel mensen onderschatten het. Maar er zit zoveel power en zoveel snelheid in. Het is gewoon, ik denk, als je 3 keer 3 minuten vecht, is gewoon puur genot. Ja. Je gaat niet van je stoel. Je kijkt gewoon letterlijk gewoon heel de wedstrijd af. Je kijkt niet even naar links of naar rechts. Je hebt gewoon gefocust naar die wedstrijd, want er gebeurt van alles. Ja. Er kan van alles gebeuren. Mensen gaan ook koud, mensen staan op, mensen gaan door. Er gebeurt echt van alles, man. Wil je een ander blokje doen? Ik ben goed, man, zo. Ja, is te veel. Anders wordt het echt too much. Ik vind het echt wel tof, maar... Ik wil nog een beetje energie overhouden voor de rest van de dag. Ramadan saves the boy. Goed gedaan. Ja, je hebt zeker goed even geslaagd. Netjes, hoor. Heerlijk, hoor. Nice. Heerlijk. Leuke workout. Ja, leuk om te doen. Ik ga jou heel veel succes wensen in de nabije toekomst. We komen elkaar vast en zeker weer tegen. En ik hoop dat jullie het ook een leuke aflevering vonden. Dit was de Athlete Experience aflevering 6 of zo. In ieder geval weer een aflevering van de Athlete Experience. Like deze video. Abonneer op ons kanaal zodat we zoveel mogelijk dit jaar kunnen groeien in het jaar 2024. En dan zie ik jullie weer de volgende keer met een nieuwe Athlete Experience. Ciao.